squares where we once stood and chanted against injustice and crimes committed by the Assad regime turned into squares of executions where bodies of my countrymen hang off its walls. So it was inevitable for us to mobilize as activists in Raqqa. Nadrukken en gesteund eigenlijk door wetenschappelijk onderzoek, religies, ik zei het al, ze kunnen zeer humaan zijn tot heel extreem. En de grote kunst, denk ik, in onze samenleving, vandaag de dag in het debat hier in Nederland, is om constant dat verschil te blijven maken. Dat is vreselijk moeilijk. Wat kwamen alle aspecten aan bod die ik wilde? De bijdrage van Abu Ibrahim als ervaringsdeskundige van ISIS. Van mijzelf voor het debat in Nederland. En van Ismail over de herkomst en de oorzaak van het hele verhaal. Ik vond het een geslaagd debat. Dat ik dus echt denk dat er een groot plan is. Sommige schrijvers die zeggen dat plan... De Middle East Project heet. Dat het plan in de jaren 80 geschreven is. Dat het plan is om bepaalde landen in het Midden-Oosten, waaronder dus ook Syrië, Iran, de regimes te laten vallen, te verzwakken, op te delen. En uiteindelijk heeft dat een positieve invloed op de beveiliging van Israël, de hegemonie van Israël misschien in die regio, maar ook gewoon Amerika, omdat er natuurlijk ook oliebelangen zitten.